Mevrouw de minister, ze respecteren niks, ze werken niet, ze spreken de taal niet, ze passen zich niet aan. Heel de dag hebben ze niets te doen en natuurlijk komt er dan bagaar. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden die opgetekend zijn door een uitbater van een brasserie in de probleemwijk waar zich de feiten hebben afgespeeld. Want wat is er aan de hand in Brussel? Iedereen die daar een uniform draagt, die was al min of meer een wandelende schietschijf voor criminele allochtonen. En deze week zijn we in een volgende trieste fase gekomen dat zelfs een politieagent in Burger aangevallen wordt op weg naar huis. Aangevallen door een groep van 30 allochtonen amokmakers die hem met stokken, baseballbats, krukken hebben bewerkt met als resultaat dat de man voor 7 dagen werkonbekwaam is. Mevrouw de minister, dat is geen toeval, want de man werkt in een anti-overlastpatrouille. En de kerels, die daders, zijn zeer goed gekend. Die zijn al 10 jaar gekend. Die zitten al 10 jaar in het vizier van die anti-overlastpatrouilles. Maar die worden keer en keer, nadat ze opgepakt zijn, vrijgelaten door het parket. Dat is de trieste situatie waar we mee te maken hebben in Brussel. En ik word daar kwaad over, mevrouw de minister, omdat daar te weinig aandacht voor is. Omdat daar op het terrein niks gebeurt. En daarom mijn vragen, mevrouw de minister. Hebt u al overleg gepleegd met de korpschef en de betrokken burgemeesters om maar eens te horen hoe zij het personeel en de middelen inzetten op het terrein, dat niet al het geld gaat naar community policing, maar ook naar ordehandhaving? Hebt u, dat is een raad dat ik u meegeef, hebt u al eens gesproken met de mensen op het terrein, met de mensen die daadwerkelijk op het terrein moeten tussenkomen en patrouilleren? En tenslotte, hebt u al overleg gepleegd met uw collega minister van Justitie om eindelijk die nultolerantie in te voeren? Ik dank u. Mevrouw de minister, voor uw antwoord die ergens teleurstellend is. Het is geen alleenstaand feit. De politiediensten zelf spreken van de afgelopen 3 weken van 4 incidenten, zware incidenten, waarbij politieagenten het slachtoffer waren. De daders zijn gekend, maar er is nog geen enkele arrestatie uitgevoerd. Die lopen terug, zoals vroeger, vrij rond in de straten. Wat er moet gebeuren, mevrouw de minister. En ik heb gisteren nog contact gehad met een collega van het slachtoffer, die ook actief is in de anti-overlastbrigade. Wat er moet gebeuren, is dat zij terug hun werk herwaardeerd zien. En daar moet er politieke moed voor zijn. Die komt niet van de burgemeester en die komt niet van de zonechef. Daar moet u voor zorgen. Als u in ter Kamer een bos een grote politiemacht op de been kan brengen om dat park te ontruimen, wel dan verwacht ik dat u een even grote politiemacht op de been brengt om eens die probleemwijken in Brussel helemaal op te kuisen.